Wie ben je? Hanneke. En waar kom je vandaan? Zeemolde. En hoe vind ik jou online? Culinaia.nl. En wat is jouw favoriete recept? Een salade. Heerlijk. Nou, we gaan snel aan de slag. Ja. Hanneke, jij hebt al 2 jaar een blog, vertelde je mij. Ja, en hoe ben jij met Culinaia.nl begonnen? Nou, ik schreef zoveel recepten en die plaatste ik op Facebook. En toen dacht ik, ja, dan moet ik toch iets professioneler gaan aanpakken. En zodoende ben ik met Culinaia begonnen. En hoeveel recepten heb jij inmiddels op je website, of blog wou ik zeggen? Website. Website staan? Ja, meer dan 1100. 1100 recepten? Ja. Wauw. Ja. En jij kookt de Nederlandse keuken, de Franse keuken? Alles. Alle keukens. Mijn man noemt het een trip around the world. Want ja, we gaan van Azië naar Amerika en Afrika, echt alles. En nu dus voor het favoriete recept van Hanneke. Ja. Jij bent een salade freak, een salade fan. Ja. Waar is die liefde voor salades, hoe is dat ontstaan? Ja, ja, dat is een goeie, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het gewoon lekker. In plaats van een boterham 's middags neem ik vaak een salade. En, daar kun je gewoon lekker mee variëren. Daar kan ik mee variëren. Dat is elke dag weer iets anders. Dus ik maak nooit hetzelfde recept. Nooit. Nee. Nooit. Nee. Nou, daarom kom ik ook aan 1100 recepten. Helemaal goed. Ja. Nou, wij gaan lekker hier koken. Dus wij nemen jullie mee in de keuken van Hanneke. Dus ik zeg, we gaan aan de slag hier. Ja, we gaan. Hanneke, je gaat een salade maken met kip. Wat is er zo bijzonder aan jouw kippetje? Dit is een polderkip. Zo heet dat. Die komt hier een paar kilometer vandaan. Dat is een beter leven kip en ja, dat is gewoon een heel lekker kippetje wat een goed leven heeft gehad inderdaad. Het vlees is ook veel zachter dan een kip uit de supermarkt. Ik zal er eens even op inzoomen. Kijk eens, dat ziet er toch super lekker uit. Ja, en die ga ik een beetje plat slaan voordat we hem gaan bakken. Even zo'n... Ik heb wat sap uit de sinaasappel geperst. Daar gaat wat olijfolie bij. En een beetje peper en zout. En we hebben bloedsinaasappel, hè? Bloedsinaasappel, ja. De laatste van het seizoen, denk ik. Beetje peper en zout. En ik doe er een beetje granaatappelsiroop bij. Want die zit ook in de marinade waar de bietjes in liggen. En dan komt die smaak weer terug. Het wordt een super luxe salade. Dat zien jullie wel. Dan als laatste doet ze nog eventjes de heerlijke dressing erop. En dan kunnen wij zo meteen hier lekker gaan smullen. Ziet dat er niet fantastisch uit? Tadaa! Hanneke, onwijs bedankt dat ik bij jou mocht langskomen voor het favoriete recept van... Nou ja, hartstikke leuk dat je langsgekomen bent. Ja, super. Wil jij nou net als Hanneke ook bij het favoriete recept van? Ga dan naar de website en neem even contact met me op. En dan zeg ik tot de volgende. Doei! Dag!